lieve vrienden, ik ben nog al heel erg laat met vloggen, maar ik heb Rebecca vandaag gehad en ik had ook niet zoveel zin. Ik was eigenlijk moe, ik zou eigenlijk weer naar bed toe nadat Rebecca weer weg was, maar heb ik niet gedaan. Ik heb mijn plaatje waar ik gisteravond al mee bezig was, heb ik afgemaakt en op Facebook gezet. Ik ben al even op Facebook bezig geweest. En de afwas moet nog wel gedaan worden, maar dat boeit me niet, dan hang ik me niet op mijn rug. Maar ik heb wel daarnet nog even weer een nieuwe fles schoongemaakt en dat is even voor Karin. Karin, even kijken, die flessen, ja, waar we cola in deden, sinaas in deden, 7-Up in deden, van dat apparaat die bovenop de koelkast staat, die Soda Club. Mooi. Die bodems, die witte dingen die eronder zitten, kom ik net pas achter, die kunnen eraf. Ja. Hoe oud was jij dat ik dat voor moederdag kreeg? Een jaar of 4, 5. Dus kun je nagaan. Al die jaren nooit geweten. En nou kom ik er ineens achter, hij kan eraf. Ja. Hoe slim kan je wezen? Niet dus. Maar in ieder geval ben ik wel nou slim geweest. En dat op mijn leeftijd. Goed hè? Ja, je moeder kan al wat. Maar in ieder geval, ik heb hem helemaal schoongemaakt. En ik heb bij de VOMA geweest dit keer. En dan heb ik even de tas op mijn schoot neerzetten. Dan zal ik het, hopelijk kan ik hier loslaten. Ja, dat was dit geweest. Ik heb 3 sinaasappels gekocht. Ik heb 2 appels gekocht. Ik heb 2 peren gekocht. En ik heb, ik geloof dat dit een mango is. Ja, en een mango. Dus, dat heb ik gekocht en dat gaat door elkaar heen. Dit is natuurlijk weer met yoghurt en noten erbij en ananas er nog bij. Waarom niet? Nou ja, dat is voor het brood. Kaas. Dus dat gaat opgeruimd worden in de koelkast. Maar daar ga ik straks dus mee aan de gang. En morgen eten we witlof. Kan me niet boeien. Was Astrid zegt van ik heb dat gisteren gegeten. Dan heeft ze pech, dan eet ze morgen maar weer. Ik maak het toch altijd anders klaar dan zij. Ja, lekker pak. En wat eten we erbij morgen? Dat ga ik ook al laten zien. Filetlapjes. Dat eten we er morgen erbij. Dus het komt allemaal goed. Kijk, en dit is dat van gisteren nog. Als deze leeg is, zal ik hem weer goed reinigen en ook de bodem er even afhalen. Kan ik dat ook reinigen? Ja. En dan heb ik nog 1 fles te gaan. Dus ja, komt andere week alweer. Maar in ieder geval, deze ga ik nou klaarmaken. En het is trouwens wel duur hoor. Jeetje, je moet precies wel uitzoeken wat je koopt. Want sommige dingen, nou, schrik je eigenlijk weer niet wat. Ik heb nou koffie met een Bounty. En ik ga zo meteen aan de gang. En dan zien we wel weer hoe laat het wordt voordat ik klaar ben. En uiteraard hou ik jullie op de hoogte. Ja, een smoothie vlog wordt het, denk ik. Ja, leuk, gezellig. Tot later. Ja, lieve vrienden, daar heb ik nu dus de mango in. En 1 peer. En ik ben bezig te snijden een appel. Daarna pak ik nog een sinaasappel. En dan ga ik nog wat nootjes er doorheen doen. En ik denk 3 eetlepels Griekse yoghurt. En dan is het even op dat apparaat en dan kan je zijn gang weer gaan even. En tot de knop drukken en is het allemaal klaar. Dit is eigenlijk het meeste werk wat je eraan hebt om het schoon te maken en in stuk te snijden. Daar heb je het meeste werk aan, maar ik vind het wel leuk, ja. En als het dan ook dus straks net zo lekker is als wat ik gisteren heb gemaakt, nou ja, dan is het smullen maar. En ik had nog nooit van mijn leven mango gehad, dus ik heb net even een stukje geproefd van dat apparaat. Dus ja, ik ben benieuwd allemaal. Lekker, 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 lekker. Dus, nou, ik ga weer even verder en ik zal het jullie straks wel laten zien allemaal. En het is me weer gelukt. En nou, tot hier en toe gevuld. Ja, en ik heb
Want hij was al te vol en toen had ik nog over. Ik denk, nou, ik doe een beetje in mijn beker. En ik had al geproefd uit de kan. En het is weer overheerlijk. Ja, 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 ja. Daar ben ik helemaal blij mee. Ja, ik ben helemaal een bizar. Ik ben blij dat ik dat ding gekocht heb. En goed, ja. Ik had het niet iedere keer doen vanwege de money. Maar ik heb nou in de... Ik heb nog over. Ik even weer kijken. Ik heb nog over. Wat heb ik nog over? 2 sinaasappelen. Een peer. En een appel. En nog wat ananas. En nog wat nootjes. En dit heb ik nog over van gisteren. Vandaar. Nou, ik neem nou vandaag daar wat van. Sowieso even een beetje om voor te proeven. En vanavond nog een beetje. Ja. Dan heb ik in ieder geval weer even genoeg. En dan kan ik dus nog vanavond of zo nog een fles maken met dat spul erin. Ja. Maar dat zie ik nog wel, want ik moet ook nog vlees eigenlijk braden. Die moet ik er even uithalen. Dat leggen we even op de kachel. Er is toch geen kat binnen. Niet die daar aankomt in ieder geval. En daar ligt afval, dat moet naar de groene container. Dus ja, het komt allemaal goed en ik moet nog witlof snijden. Dus ik heb nog heel druk. Ja. Ik zal dat in de koelkast zetten. Het kan lekker koud worden. En als er plaats is tenminste. Die. Nou, die kan wel leggen trouwens. En anders kan het water er wel uit. Vind ik niet zo nodig, water in de koelkast. Met dit weer. Zo. Nou, dan is dat ook weer klaar. Ja, toch? En dan, ja, dat had ik voor Frodo voor in de zomer. Dan had hij koud water. Maar ja, hij is dicht. Hij lekt niet, dus... Hij kan ook straks even leggen met hem even ruimte maken. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Want de avond is reeds begonnen. 10 minuten, een kwartiertje, weet ik veel. Even kijken. 17 minuten over 6. Dus ja. En ik zit al te praten 2 minuten en zoveel seconden. Dus maakt het allemaal niet uit. Nee hoor, dan praat ik dat hele ding vol. Maakt mij niks uit. Maar ik ga dat proeven en ik ga koffie maken. Even niks, zeg maar. Nou, tot straks. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd. Het is, klokje slaat net op 2. En ik heb het 6 minuten erover. Dus ja, ik zit nog te wachten op meneertje Frodo die hier buiten is. Maar dat zien jullie lekker niet. Nee, maar dat komt hier aan. Daar was hij. Frodootje. Frodootje. Hé, hey, hallo. Mijn kerel, hè? Hey. Grote vent. Och, was die dikkie, hè? Zo'n grote jongen. Ja, Ewen die is al naar boven. Gandalf is boven, hè? Hey. Ja. Gaan wij ook zo, hè? Televisie nog uit, computer is al uit, hè? Hey. Ja. Deurtje op slot. Alles op slot. Ik kan niemand er meer in. Nee. Mag ook niet, hè. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Slaap lekker. En tot aan de andere kant van de nacht. Laten we het hopen. Morgen komt Astrid. Dus er wordt niet veel gevlogd. En ik heb gisteren heb ik wel gevlogd. Maar vandaag, overdag, begon pas aan het einde van de dag. Met mijn smoothie. Ja. Zo heel wel is dat, ja. Je denkt er soms ook niet aan. En vooral omdat ik niet helemaal in orde ben. Het is nog steeds op en neer. En dat komt ook omdat het weer niet mee werkt. En ik ben niet de enige die erover klaagt. Er zijn zoveel mensen die klagen. En je hoort het van verte. Als ik nog een bed leg. Of zo s'nachts als we met de honden uitgaan. Oh, in plaats van die kleppen dicht houden, nee, praat dus onder je raam keihard. Nou, lekker is dat, hè? Dan ben je weer wakker ook. Kan je weer recht op je bed gaan zitten totdat je moe wordt. Maar oké, mijn water heeft gekookt voor de kruik.
Dus ik maak een lekker warme kruik en ik zeg doei dokies. Tot morgen.